Er is geen gendergelijkheid in Suriname, zegt Judith Brille, assistant representative van de United Nations Population Fund aan onze nieuwsdienst. Wij spraken haar na afloop van de start van de gendercapaciteitstraining voor financiële instituten en ambtenaren. Brille stelt dat niet elke burger dezelfde kansen wordt geboden binnen de gemeenschap. Omdat als je bekijkt het begrip gendergelijkheid, dan zou het zijn dat iedereen de kansen krijgt die hij, zij nodig hebben om tot hun volle potentie te kunnen ontwikkelen. En jammer genoeg is het nog steeds zo dat dat niet zo is. Om een voorbeeld te geven, gender gaat niet alleen maar over mannen en vrouwen. Er speelt veel meer cultuur, normen, waarden. Hoe gaan wij om als bijvoorbeeld de vrouw zegt, ik ga een onderneming starten. Wat zijn de barrières, wat zijn de positieve zaken, want er zijn ook positieve zaken die zij op haar weg tegenkomt. En als die man dat zegt, ik ga een onderneming starten, wat zijn de challenges, wat zijn de opportunities? Verder moeten we dan ook kijken van, hoe is die vrouw opgevoed, hoe is de man opgevoed, uit welk klimaat, environment komt de persoon. En dat gaat allemaal bepalen hoe men kijkt naar ondernemerschap. Brille zegt dat door het anders kijken naar zaken met zich meebrengt, dat er anders wordt omgesprongen met opties en kansen. Brille vraagt zich af of de Surinaamse instellingen daarop zijn voorbereid en de kijk op zaken kunnen verhelpen. Er zitten zoveel verschillen en heel vaak proberen we een begrip als gendergelijkheid in een heel nauw vorm te bekijken. En dat is niet zo. Vandaar dus dat we ook hier zitten met een diverse groep. Het gaat ja over financiële producten, maar wie zijn de uiteindelijke gebruikers? En in het joint project zeggen we van, we willen kijken naar een actieplan om financiële instrumenten gendersensitief te maken. Waarom? Om die SDGs te bereiken. En bij de SDGs gaat het vooral om leaving no one behind. Nog mannen, nog vrouwen, nog anderen die zich anders identificeren. Toch? Nog jongens, nog meisjes, nog oud, nog jong, een ieder. Brille zegt dat, net zoals elk mens uniek is, de informatie die zij toegediend krijgen op een andere manier wordt geïnterpreteerd door elk individu. De gendercapaciteitstraining wordt verzorgd in het kader van het Sustainable Development Goals Joint Program Component 1.